We zijn hier op de begraafplaats van Kwek en die van Kwik. Mogen zij rusten in vrede. Jongens, welkom bij deze nieuwe video. Oh, wat spannend! Vandaag ben ik wedergekeerd in Contentveen en sta ik op een redelijk verdrietige plek, namelijk de begraafplaats van Contentveen. Ik was hier even om de dieren en alle andere wezens die ik ooit in deze server had te waarderen en gewoon naar ze te kijken en te denken van... Ik mis je, Vlek. Ik mis je. Nog steeds elke dag. En jou ook, Karel de Vogel. Ik ben hier met een bijzondere reden. We hadden hier natuurlijk Kwik, Kwek, Kwak en Ronald. Nou, Kwik en Kwek zijn dood. Ronald is een zombie pigman geworden. En die is ergens verdwenen in de grote wereld. Maar hij leeft nog wel. En dan hebben we tot slot onze grote vriend Kwak. Ja, hè, Kwak. Ja, 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 ja. Oh. Kwak leeft nog. Rick vroeg mij, Max, mag ik Kwak hebben? Ik wil goed voor hem zorgen. En ik denk, weet je wat, dat vind ik prima. Kwak staat hier maar een beetje op de hoofdstraat te staan in de avond. Ik ga je een nieuw baasje geven, Kwak. Je krijgt een goed leventje. Rick, ik ben ready. Als ik typ, gaat mijn camera heen en weer hier. Ah. Dan zal je hem hebben. Kus van plakkes. Goeiedag. Jij komt hier voor hey, de deal Kwak. Voor Kwak. Ja. Jij wil Kwak overnemen. Jij wil hem een goed leven geven. Ja, ja. Ik heb Kwakje hier zien staan. Ja. Ja. Kwakje, ja. Ik heb Kwakje hier zien staan. En ik vond het zo zielig. Ja, hij heeft mij net verteld dat zijn broers, allemaal dood zijn, ja. Je hebt Kwik. Kwik is overleden. Kwek is overleden. Ronald is een zombie pigman geworden. En die loopt in de grote wijde wereld rond. En Kwak is er eentje over. Ja, en dat vind ik dus heel zielig. Ja, hij zit ook de hele tijd ja te knikken. Kringen. Hij vindt het zelf ook heel zielig. Ja, jij vindt het zielig, hè, jongen. Jij vindt het zielig. Ja, ik zie ook gewoon... Hij heeft de dood in de ogen gekeken. Ik zie het ook gewoon. Ja, hè. Ja. 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 Ja, maar, 15 diamonds. 15 diamonds? Dat vind jij Kwak niet 15 diamonds waard? Zeg dat in zijn ogen. Het is... Zeg dat in zijn ogen dat hij niet veel waard is. Doe dan. Jij bent een levend wezen en jij bent geen enkel bedrag waard. Ja. Levende wezens horen niet verkocht te worden, hè? Nee, precies. Ja. Daar heb ik even gelijk, hè, Kwak. Dus, gratis. Ja, hier, hè? Ja. Ja. Maar 10 diamonds dus. 6. 8. Ja, hè? 6. 8. Kwak, gaan we 8 doen? Kijk maar eens aan. 8. Ja. Ja. 8? Ja. 8. 8. Ja. 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 Kwak, hij zegt 8. Kwak, kijk maar eens aan. Dat gaan we niet doen, toch? Geen reactie, Rick. Ja. Hij zegt wel. Hij zegt wel. Anders had hij wel 9 geknikt. Oké. Nee, 8 is goed. 8 en dan mag je meenemen. Ik ga je missen, Kwak. Je was een goede vriend. Je was een goede Kwak. Ik ga je missen. Hij zit ook zo'n kut. Oké. Hier zijn de 8. Fijn zaken te doen. Ja, ik ben er immens blij mee. Hier, nou, veel plezier met Kwak. Zorg goed voor hem. Ik kom later weer een keertje langs om te kijken hoe je voor hem zorgt. Wat je met hem gedaan hebt en zo. Wat voor verblijf die heeft en zo. En anders kom ik met de dierenbescherming hem weer terug ophalen, oké? Okay? Ja, maar dan krijg ik wel een duimpje terug. Nee, die is voor mij. Oké. Okay. En zo, jongens, hebben wij Kwak verkocht. Ben je het er niet mee eens? Dan heb je pech. Reageer allemaal even. We houden van je lieve Kwak. We gaan je missen. En veel plezier bij Rick. Oké, dan nu jongens. Laten wij weer even naar de bank gaan. Want in de vorige livestream is Fred natuurlijk teruggevonden na de ontvoering. Maar daarna is hij wel wederom vermist geraakt. Alleen op een andere manier. Bij deze een kleine recap van wat er allemaal met Fred is gebeurd. Noah. Ja? Heb je Frank gezien? Nee. Nee. Waar is hij gebleven? Ja, die ben ik aan het zoeken dus. Goedemiddag, kan ik u helpen? Ja, ik kom hier om afspraak. We maken hier geen grappen. Kom op nou, we zijn in het politiebureau. Je hoeft niet zo achterlijk te gaan doen. Goed, wat heb je te vertellen? Dan ga ik jou nu een geluidsfragment laten horen. Oh, misschien ook wel heel mooi. Sense of Stairs overal. Sense of Stairs. Ja, ja, ja. En ik wil geen groen. Geen groen. Groen. Hij haat groen. Geen groen. Hoor je dat? Hij haat groen. En dat staat hier. Ja. Dat is een van de teksten ik haat, namelijk de kleur groen. Ja, maar goed, ik vind groen ook niet zo'n hele mooie kleur. Dat betekent ook niet dat ik het heb gedaan, toch? Nee, maar jij zegt je vindt geen mooie kleur. Hij zegt dezelfde woorden. Ik zoek je binnen een paar minuten op. Oké. En dan heb ik de uitslag. Waar heb je Fred gezien voor het laatst? Ik heb Fred nog nooit gezien. Nou, Noah! Ja. Waar was jij toen Fred vermist was? Wanneer was dat? Wat is je lievelingskleur? Roze? Ja, dat checks out trouwens. Waar is Fred? Er is geen nieuwe leads. Er zijn geen nieuwe dingetjes. Jongens, jullie moeten me helpen om Fred terug te halen. Frank zegt dat hij het onderzoek aan het afsluiten is. Dat hij langzaam naar hem terugkomt met Fred. Ik snap hem. Ik moet naar het altaar toe. Dat vraagt Frank aan me. Hallo. Ik vind het steeds meer wat aparter worden. Ja, ik ook. Ik snap er ook helemaal niks van. Is er nog meer, Frans? Stond er trouwens hier wel vuur op net? Op dit? Volgens mij stond die redstone blok ook niet in de fik, of wel? Naar binnen. Oh, er is meer. Nee. Nee. Het zijn bouwtjes van Fred!
Nee! Fred wordt langzaam gesloopt! Frank, je moet iets doen! Je moet iets doen! Volgens mij hebben we de dader. Nee. Je gaat niet mij verdacht stellen. Ik neem alle moertjes mee van Fred. Stel, we vinden hem weer, dan kan ik ze terug aan hem geven. Anders valt hij uit elkaar. Dat is ook niet zo handig. Fred is nog niet dood, jongens. Hij wordt langzaam uit elkaar gehaald. We wisten pas als hij echt dood zou zijn als we zijn hoofd zouden krijgen. Dat zou betekenen dat het einde van Fred was. Maar we hebben nog hoop. Jongens, we moesten een dier offeren volgens het boekje. Kijk, ook zou een van uw geliefde dieren aan moeten geloven. Hier heeft u de keuze in welk dier. Oh, welk dier moeten we offeren? Ronald, er zijn meer groene hartjes voor jou. Kom eens hier, Ronald. Ik denk dat jou bij het altaar moest offeren. Dat het ding was. Want mijn deadline was inderdaad één dag. En die dag is vandaag. Nee, het was één van mijn dieren, was verteld. Wat ga je doen? Nee. Ik wil terug met Klodder. Laat Klodder met rust! We gaan Klodder niet offeren. Klodder is een van de kinderen, de familie van Vlek en Stip. Mogen ze rust in vrede. Ik ben even bezig met een extractie, dus ik kom wel terug. Je gaat hem niet offeren, toch? Classified. Ronald, kom mee. We gaan je offeren. Kom mee, Ronald. Laten we snel die kant op gaan, voordat Frank er is. Nee, wat was ook een... Oh mijn god, ik schrik me. Helemaal kapot. Nu we hier toch elkaar plotseling meeten. Ja? Ik heb wat gevonden. Nou? En dat kon ik niet delen bij de rest van de groep. De groep, oké. Want we weten natuurlijk niet wie of wat. Ik heb wat gevonden in die ruimte waar we net, waar jij net hebt gezeten, bij de bouten. Ik heb de bout heb ik meegenomen. Dat wil ik graag aan je geven. Een harde schijf? Maar in een nametag vorm, hè? Is dit Fred's harde schijf? Ik weet het niet. Ik vind het allemaal heel gek. Maar ik heb nog wat gevonden. Nou? Misschien kan je er wat mee. Ik moet verder. Fred's muziek. Wat? Kunnen we praten via dit met Fred? Ik weet nou niet wat ik moet doen nu, jongens. Ik weet niet wat ik moet doen. We hebben Fred's muziek. En we hebben harde schijf. Van mogelijk dus Fred. Goed zo. We zijn er, jongens. Als het goed is, zijn we er. Is het een teken dat ik iets goeds doe? Of niet? Ja, maar jongens, het is best wel lullig om een leven te geven voor Fred. Dat we Ronald zouden opofferen. Ronald het varkentje, om Fred daarbij terug te krijgen. Ronald, ik zet je even neer. Laat even kijken. Dit is aangetroffen. Oh mijn god, er zijn hier allemaal cd's. Wat is dit? Nee. Nee. Een steek. Zeg me niet dat het Klodder is. Nee, is dat Klodder? Nee. Is Klodder opgeofferd? Is Klodder opgeofferd in plaats van Ronald? Klodder is dood. Nee. Waarom is Klodder nou dood? Ja, ik heb die music disc. Die kan ik hierin doen van Freds muziek. 3, 2... 1. Wat is dit? Help, 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 help. Fred! Hoor je me? Was dat het? Help, help, help. Hier, bijna water. Help, help. Hier, bij. Zijn die water? Hier, bijna water. Ik denk dat ik Ronald maar niet meer hoef te offeren, jongens. Later. Ik denk dat ik een heel mooi gebaar ga maken. Ronald, je bent vrij. Je bent nog heel even niet vrij. Moet ik erin? Moet ik erin, jongens? Er is niks in. Ah, het was heel eng! Dat was heel eng! Ik schrok. Help! Vraagteken. Oh, water. Omhoog. Omhoog. Hallo? Ik snap het gewoon echt niet. Wat betekende dat? Hier nu bij het water. Help, help. Wat gebeurt hier allemaal? Ja, ik snap het niet. Ronald, je bent vrij. Ik hoop je ooit nog een keer in deze vrolijke wereld te zien. Ik hoop dat ik je ooit terug mag vinden. Ik hoop dat je een leuk leven gaat krijgen. Ronald, je bent vrij. Ga de natuur in. Nu hoef ik alleen nog maar Fred te vinden, maar jij bent vrij. Jij hoeft niks meer te doen. Jongens! Nee! Nee! Ronald! Nee! Ik ben gewoon Frank in de gaten aan het houden, meer niet. Hij heeft het door, we gaan hem bespioneren. Hij heeft het door. Oh, daar zit helemaal geen gat normaal. Dat is helemaal niks. Daar heb ik helemaal geen gat gemaakt. Er zit iets onder sinds kort. Dat is bij het water. Oké, laten we Frank even weglokken daarvan. Oké, laten we even zo in F5. Oh nee, nee, nee. Nee, nee. Oeh, dit is krap, dit is krap, dit is krap. Hij is onderweg naar het altaar. Top, 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 dan gaan wij er snel in. Wat is dit? Wat gebeurt hier? Fred, ben jij dat? Is dit Fred, maar dan helemaal uit elkaar gehaald? Fred skelet. Oh, mijn moertjes. Laten we mijn moertjes... Hoe moet ik dat doen? Moet ik ze gewoon droppen, jongens? Frank heeft het laatste moertje. Moet ik alles droppen? En zijn harde schijf. Zijn harde schijf natuurlijk. Die hebben we ook. Oké, dan missen we nog één moertje. Maar ik denk dat ik gewoon hier ga kijken. Wat hier is. We hebben hem.
We hebben hem. Zijn nametag is terug. Hij is aangekleed, jongens. Jongens, we moeten ijzer geven. Ik snap hem al. IJzer erop. Dit is veel meer dan net. Hier, kijk wat er nu terug gaat als je dat oppakt. Zijn arm! Oh, jongens, we zijn hem aan het genezen. Ik snap het. Hij mist alleen zijn helmdingetje nog. Zou Netherite werken? Zou ik het gewoon proberen? Ik ga het gewoon proberen. Hier heb je Netherite. Nee, ik moet iets anders hebben. Ik moet meer ijzer hebben, jongens. Ik heb iets meer nodig. Blijkbaar ben ik Netherite verloren. Ik hoop dat hij hem wel teruggeeft. Het is zover. We gaan Fred nu terughalen. Dit gaat het zijn. Dan gaan we nog één keer de music disc erin stoppen. Nee. 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 Wat nee. Hij is niet ontploft. Fred. Hallo. Fred. Fred, waar was je? Ik ben Fred, thuis. En waar was jij? Hoezo thuis? Goedendag, kan ik u helpen? Fred, ja, ik heb een aanvraag, maar dat komt later. Waar was je al die ik tijd? Ik zie het. Wie heeft Sorry je meneer, ik heb het druk. Nee, Fred, wie heeft je ontmoet? Wie meneer, heeft jou... zoals ik al zei, ben ik druk. Ja, maar mag ik heel even een moment van je tijd? Mag ik heel even een moment? Ik heb muziek van je. Ik hou van groen. Ja, ik weet dat je van groen houdt. Wie heeft jou ontvoerd? Meneer, ken ik u? Ja, hoezo ken je mij? Hallo? Ik ben hier aan het werk, maar ik weet niet wie jij bent en waarom jij zorgen maakt om mij. Maar ik was thuis. Ik verzoek u om de bank te verlaten, anders roep ik de beveiliging. Is er wat mis met zijn harde schijf? Die heb ik toch gedropt aan hem? Ik heb toch zijn harde schijf gegeven aan hem, jongens? Of niet? Harde schijf? Frank! Wat is er gebeurd? Is Frank dood? Dezelfde guy die Fred heeft ontvoerd, heeft dit gedaan. En ik denk dat Frank te dicht bij de waarheid kwam en daardoor dood is gegaan. Geloven jullie mij daarin, jongens? Denken jullie dat het ook is? Dat Frank te dicht bij de waarheid is gekomen en misschien vermoord is? Is dit Frank of is dit zijn collega? Wie zit hierachter? Wie doet dit? Damn, zwart. Oké, en een lantern. Goedendag, daar bent u weer. Fred, kan je deze eens aannemen van me? En eens in je stoppen. Hallo, ik ben Fred. En ik hou van groen. Jij houdt van groen, dat weet ik. Hoe lang ken je hem al? Best al een hele tijd. Wat is gebeurd met je? Waar was je? Ik was weg. Plotseling weg. Ja, en toen? Ik weet niet hoe het kwam. En toen? Weet je wie het was? Wie heb je gezien? Wie heb je gehoord? Wie heb je gesproken? Ik ga even graven in mijn geheugen. Op een gegeven moment ging er een USB-stick in mij. Op een plek die je daglicht nooit zou zien. Als ik terugdenk daaraan, zie ik alleen maar nulletjes. Ik zie zwart. En daar hou ik niet van. Ik hou van groen. Ja, een kleur. En ik zie gewoon niks. Ik weet niet veel meer. Oké, ik ga deze bewaren in het archief. Wat is dat? Ja, dit zijn schijven. Blauwe harde schijf, zwarte harde schijf, oranje harde schijf. En ik heb de groene. Jij hebt... Nee. Wisselen. Nee, we gaan niet wisselen. Pak hem op. Nee, Fred. De zwarte en oranje is nog een mysterie. Maar de blauwe, die stoppen we er niet meer in. Blauwe is gewoon echt totale error in zijn hoofd. Het is gewoon... Dan kan hij niet meer normaal communiceren. Oké, jongens, de oranje Fred heeft dus geen stem. Laten we de groene weer even aan hem teruggeven. Hallo. Ik ben Fred. Oké, jongens, moet ik de zwarte schijf geven aan Fred? Denken jullie dat dat... Ja. Moet ik die geven? Ik ga deze aan jou geven. Dan wil ik dat je die in je stopt. Maar dan moet ik wel je groene schijf van je krijgen, oké? Ik ben Fred. Ken jij mij? Er is veel gebeurd. Te veel, Fred. Wat is er met Fred? Komt wow. Later. Komt later, hè? Oh! Zoals jullie konden zien, jongens, is er van alles gebeurd met Fred. Dus laat even in de reacties weten wat jij denkt dat ik moet doen. En like gelijk even de video. We gaan voor 5000 likes, want als we geen 5000 likes halen... zie je Fred nooit meer terug. Ik ben heel benieuwd wat ik nou moet gaan doen, jongens. Want ik wil ook even dat de bank af is, dat we hier van alles ook nog kunnen doen en zo. Dus we moeten Fred echt terughalen. We hebben daar Julian, Noah, Rick en Justin die daar in het water springt. Dus we moeten Fred echt even terughalen, absoluut. Maar ik weet gewoon niet waar Fred is. Je zag het, hij is door de bliksem, was hij ineens weg, weet je? Waar kan hij heen? Wie heeft dit gedaan? Wie is de leider van de ontvoering van Fred? Werkt hij alleen? Werken ze samen? Is het een van hun jongens? Wie is het meest verdacht? Laat het weten in de reacties. Kom met jullie tips. Misschien is het Justin wel.
Misschien is Justin wel de boosdoener. Of Rick, of Julian, of Noah. En dan nu, jongens. Ik kom mijn troonzaal inlopen en ik zie zoals gewoonlijk weer een boekje. Nou, jongens, voor 9 van 10 keer is er dan altijd wat stoms aan de hand en weet ik wat allemaal. Dus laten we maar even kijken wat er deze keer weer zal zijn. Het zal alweer een of andere random mail zijn van Rick of van Justin of weet ik veel wat. Walnoot. Fred is van mij altijd al van mij geweest. Oh, wacht even hoor. Laten we even een rustig plekje opzoeken hier om even te gaan zitten, zo. En dan dit even te lezen. Walnoot, Fred is van mij altijd al van mij geweest. Door mijn nieuwe systemen en uitvindingen kan ik nu het weer controleren. Ah, dat verklaart de bliksem en weet ik wat allemaal. Het werd zo, in mijn livestream ging het ook zo, random bliksemen. De macht over Contact Venus zal binnenkort wederom van mij zijn. Wederom, wie is dit? Ik heb gezien wat jij over hebt voor deze domme robot. Fred is niet dom, kom op nou, niet zo doen. Jij was bereid om één van jouw geliefde dieren op te offeren. Dat klopt, ik wilde Ronald opofferen, Ronald het varken. Dus mijn conclusie is duidelijk. Jij, testpersoon MCV, hebt de tweede test doorstaan. Ja, dit is dus blijkbaar, jongens. Ik snap hem. Dit is dezelfde guy die mij naar Content Fan seizoen 1 heeft gestuurd. Ik weet niet of jullie die video herkennen, jongens. Dat is, laten we zeggen, 10 Content Fan delen geleden. Toen werd ik ineens naar het oude seizoen gestuurd. Laten we gaan in 3, 2, 1. Oeh, ik denk dat ik een of ander fort terecht kom of zo. Oeh. Oh mijn god. Wacht even. Ik snap er even helemaal niks van, jongens. Ik heb echt even een brain fart. Nee. Nee. Mijn brein kan dit niet aan. Dit wacht. Dit kan mijn brein niet aan. Dit is Content Fan 1.0. Nu snap ik het ook. Althans, ik snap het niet, maar ik herken dit nu. Wacht even. Ben ik nou in Content Fan 1.0? Test 1 ging om Content Fan seizoen 1 en het verzamelen van objecten. Dat klopt, dat is wat ik dus net vertelde. Test 2 ging om je geliefde. En om offeren. Dus dan hebben we het over Fred en offeren van Ronald. Dat klopt. Maar Fred is nog steeds niet terug. Dat is een beetje ding. Test 3 zal snel van start gaan. Oh jee. Oh jee, waar gaat test 3? Jongens, als jullie hints of tips hebben, laat me weten. Het lot van Content Fan seizoen 2 zal in jouw handen liggen. Ik herhaal. De macht zal binnenkort terugkeren naar mij. En ik zal wraak nemen op jou. Mijn grootste vijand ooit. Wie is dit dan? Ik dacht, ik noemde hem altijd de tovenaar. Want ja, hij toverde mij terug naar Content Fan seizoen 1. Maar blijkbaar ken ik hem al. Wraak nemen. Wie heb ik ooit iets kwaad gedaan dat hij wraak wil nemen op mij. Ik ben sterker dan ooit en wij zullen elkaar snel weer ontmoeten. Fred krijg je terug en je zal zelf moeten uitzoeken wat test 3 zal zijn. Oké, maar hoe? Hey, maar trouwens, we krijgen Fred terug. Dat is leuk, dat we Fred gewoon terugkrijgen. Bij deze een bericht van Fred. Hij wil ook wat zeggen. Ik hou van groen. Dat klinkt als Fred, dus prima. Dit vond ik overbodig, maar Fred bleef maar zeuren. Over Frank de FBI, hij is dood. Of niet? Oké, jongens, ik twijfelde al. Wacht even, er is nog één laatste pagina. Wraak zal zoet zijn. F, wie is F? Fred? Nee, Fred gaat al geen wraak nemen. Dit kan geen Fred zijn. Frank? Nee, Frank ben ik geen... Als je een idee hebt, laat het weten in de reacties, jongens. Maar even over Frank. In de livestream is Frank natuurlijk inderdaad, dacht ik, doodgegaan. Verder en dat zijn hoofd hier lag. Dit bewijst toch genoeg? Maar wat ik me ook kan herinneren is dat alle collega's van Frank zien er hetzelfde uit. Dus wie weet is dit wel gewoon een collega in plaats van Frank zelf. Oké, jongens. Maar wie is dit? En wat is... Test 3. Wat gaat het betekenen en hoezo gaat het einde van Content Venus zijn? En weet ik wat allemaal. Heel veel vragen, heel weinig antwoorden. Laten wij deze even hier plaatsen. Hoppakee, hier plaatsen we dit boekje. Hoi! Justin? Dat ben ik. Ik heb een probleem. Ik ben benieuwd. Kom, wacht. Blijf jij even hier staan. Oké, kom even mee, met me mee naar een rustig plekje. Oké? Kijk, we doen het hier even op de markt bij mijn nieuwe winkeltje. Je kan daar trouwens glas kopen, ik bedoel maar. Nee. Het is geen reclame. Kom eens hier. Kijk, ik heb dit boekje gekregen. Lees hem even door. Ah, de zin van Fred vond ik wel het mooiste. Ja, ik hou van groen. Maar wie is dit? Wie doet dit? Want ik had jou verdacht, maar er stond een F. En jij hebt niks met een F te maken. En wij hebben nooit oorlog of ruzie gehad en zo. Dus wie kan dit doen? Frank is neer. Frank, ja. Maar er staat er dus in het boekje... er staat over Frank de FBI, hij is dood of niet. En toen dacht ik, de collega's van Frank, die zagen er allemaal hetzelfde uit, weet je. Frank had een aantal hij collega's. Hij faked zijn eigen dood. Dat het Frank is, ja. Maar er staat ook weer wraak en weet ik veel wat. En ik heb nooit ruzie gehad met Frank. Ja, maar Frank is wel, dat is toch een onderzoek gestart? Ja, maar misschien heeft hij te veel onderzocht en is hij achter te veel gekomen. En is hij ontvoerd en is een van zijn collega's vermoord. Of hij heeft een onderzoek gedaan en is
achter te veel gekomen en gaat nu wraak nemen op jou. Ja, maar wat heb ik gedaan waardoor hij wraak zou willen nemen? Ik vind het mooi dat we hier op een huis staan trouwens. Zoveel mooie plekken om te staan, dan staan we op een huis. Maar ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Maar er staat ook nergens bij wat je moet doen. Nee, er staat, ik krijg Fred terug. En dan moet ik zelf uitzoeken wat test 3 gaat zijn. In dezelfde zin als dat ik Fred terug krijg. Dus ik denk op het moment dat Fred er weer is, dat ik heb harde schijven, 4. Dat ik daarmee uit moet gaan zoeken wat test 3 is. Maar Fred was er net, hij is nu alweer weg. Ja, nee, Fred was er niet. Ik weet niet waar Fred is nu. Fred krijgen we dus terug, dat weet ik wel. Maar ik ga uitzoeken wat het is. Misschien als jij iets opvalt of een hint hebt, dan laat het me weten, oké? Zou ik doen. Oké, top. Goedjes. Joejoe. Oh mijn god, ik loop door mijn stad en ik bedenk me ineens iets, jongens. Nee. Zou het? Wacht even. Zou het Frederik zijn? Nee. Ik heb Frederik. Ja, Frederik is dood, volgens mij. Max, ik weet wat. Kom poort bij portal. Justin, zeg het eens. Er staat V op. F. F, sorry. Ja. Weet je wie F Voorden? Nou. Voorden. Zijn nou Voorden? Ja. Oh, Voorden. Ja, ik dacht net, ik kom net ook met de conclusie misschien. Frederik, ik weet niet of je hem kent. Nee. Frederik was van het ruimtestation en die wilde Conterveen opblazen en zo. Maar Voorden heb ik ook niet over nagedacht. Misschien is het wel... Bram. Dat het Bram zal zijn van Voorden. Daar heb ik nooit over nagedacht. Ik dacht dat misschien dat ik binnenkort maar even een bezoekje breng aan Voorden. Dat is wel een hele goeie voor jou. Ja, misschien leeft het alweer, je weet het niet. Ja, omdat Rick ook weg is, dat de wraak zal zijn omdat ik Rick gestolen heb of zo, weet je. Misschien is Rick hier wel spion. Oh, als spion. Ik ga dit tot de bodem uitzoeken. Dankjewel, Justin. Succes. Dankjewel. Jongens, laat even weten, is dit Frederik? Is dit Frank? Is dit Voorden? Er zijn zoveel namen met de F. Het kan van alles zijn. Dat is een beetje het ding, het kan echt iedereen zijn. Voorden, Frederik, moeilijk. Ik hoop dat we Fred in ieder geval snel terugkrijgen. Ik snap de wraak van Voorde ook. Hebben we ooit oorlog gehad en die hebben Voorde, heeft hij verloren. Dus dat zou een logische manier van wraak zijn. Maar goed jongens, Fred is er nu nog niet, dus we kunnen nog niet zoveel laten we verwachten tot Fred er is. Maar in die tussentijd heb ik wel weer een paar klusjes voor mezelf die ik uit kan voeren. Namelijk hier in het water is het nog redelijk kaal jongens. Er missen nog rotsen, ik wil daar nog een grot maken. Dus nog van alles dat ik hier wil doen. Nog extra bootjes in het water, extra details. En laten we dat weer op een hele leuke manier doen. Namelijk met een prachtig mooie grote timelapse. Jullie horen de muziek al opkomen. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. We hebben bijna 170.000 abonnees. Reageer, ik ben geabonneerd. En dan zou ik jouw reactie een hartje geven. Veel plezier met kijken naar de timelapse. Daar zijn we weer na een prachtige timelapse, jongens. En ik ben blij met het eindresultaat. Het is zoveel gezelliger op het watertje nu. We hebben van alles gemaakt. We hebben wat drijvende, barrels. Daar staat eigenlijk een drijvende barrel. Dat is voor het hout dat het erop kan. Wat extra bootjes. Daar een bootje. Wat rotsen die uitsteken hier en daar. En na alles heb ik ook van die lilypadpaden toegevoegd, jongens. Zoals dit. Kijk eens aan. Dat is fijn. Dan kan je gewoon hierheen via de lilypads. Maar wat je ook kan doen is je kan teruglopen. Want als je hier komt, jongens, zoals jullie gezien hebben, heb ik een grot gebouwd. En dan gaan we via de boot hier over de boot heen, via de lilypads zo. Hoppakee, komen we in de grot terecht. En hier wil ik nog een keertje wat gaan doen. Ik weet nog niet wat. Dus heb je nou ideeën? Laat het weten in de reacties. Maar ik wil hier nog... Huh?
Verspreidt dat zo erg? Huh? Wow, dat wist ik niet. Ik heb namelijk maar één dingetje geplaatst en ik één liaantje. En dat is blijkbaar helemaal verspreid. Ik dacht dat het alleen naar beneden ging groeien. Maar blijkbaar verspreidt dat helemaal zoals dat. Dat is best wel gaaf. Ik wist dat niet. Maar goed, ik weet nog niet wat ik hier wil doen. Ik wil eerst misschien nog een bootje bouwen. Misschien dat ik hier een winkeltje ga maken. Hoe leuk is het nou als mensen er hierheen moeten om hier dingen van jou te kopen? Hoe gaaf zou dat? Ik hoor een zombie. Maar wat ik nog meer gedaan heb, is het watervalletje daar toegevoegd aan de buitenkant hier. Ik heb deze randjes een keer netjes afgewekt, waardoor het er beter uitziet. Het was allemaal zo blokachtig. En nu heb ik heel veel sterse slabs toegevoegd, waardoor het net wat smoother gaat. Smoother. En that's it. En daar wat drijvende dingetjes en zo. Ik ben tevreden met het resultaat. Het is officieel nu klaar, het water hier en zo. Dus nu kunnen we daar verder, want dit gedeelte hier, jongens, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar het is zo goed als af. Zoals je kan zien. Ik bedoel, alleen daar moet ik het pad nog even een beetje details geven en zo. Die huizen moeten nog ingericht worden. Maar ja, veel meer kan ik hier nou niet echt meer bouwen, hè, op dit gedeelte zo. Het is zo volgepropt inmiddels. Oh, dat is een beetje hier. Dus ja, volgende aflevering wil ik beginnen waarschijnlijk met een van deze huizen hier. Of misschien nog meer op het hoofdpad. Hier moet nog een huis. Daar moet het hele gedeelte nog bedacht worden hoe ik het ga doen hier. Want zoals je ziet is het veel te plat. Waarom zijn jullie allemaal ineens weer hier? Katten! Ik snap niet waarom mijn kat heeft dat naar mij toe teleporteren. Maar goed jongens, dit was voor vandaag weer de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Er is veel gebeurd, veel nieuwe dingen. Mijn katten en ik die gaan samen ergens heen varen, toch katten? Ik weet niet waar wij heen gaan varen, maar we gaan varen. Dus dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te abonneren en te liken. Maar nu, kijk lekker het vorige content van Veendeel. Want hierin is ook veel gebeurd, heel veel gebouwd. Zoals je ziet, moet je gewoon deze even lekker kijken. Want dan ben je weer helemaal up-to-date. Maar voor nu spreek je later glaasje water. Tot vier flesje bier, tot de volgende keer.